Als je pas 10 jaar oud bent en je weet nu al wat je wil worden, is dat best wel knap. Als dat beroep dan ook nog eens best wel cool is, is het helemaal bijzonder. Op naar de wens van Maarten. Ik wens dat mijn broertje in een KNRM-boot mag varen. Omdat hij al jaren gek is van de KNRM. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bestaat al 190 jaar en wordt puur en alleen gerund door heel gedreven vrijwilligers. Ja, hij heeft me al gezien. Hij sprintte door het huis. Hey! Hey! Hoe is het? Maarten. Ja, jij bent Maarten. Ja. Dat wist ik wel. Je broer is er niet, hè? Mogen we binnenkomen? Ik heb hier in mijn hand jouw wens. Ja. Vertel. Ik wil hem in een boot laten varen van de KNRM. Dat is een reddingsmaatschappij, een soort van brandweer, maar dan op het water. Ja. Want hij is er fan van? Ja. Of wil hij dit laten worden? Ja, ook. Ook? Dat is best een gevaarlijk beroep. Maarten laat mij de kamer van zijn broer Wessel zien. Hoezo gek van de KNRM? Ik zie het al. Dit is hem, hè? Ja. Dit ziet er wel vrij heftig uit. Ja. Toch? Wat doen deze mensen nou zoal? Die redden verdronken mensen die allemaal van die boot zijn gevallen of gezonken. Hoe zou hij het vinden als hij hoort dat jij deze wens voor hem hebt gedaan? Heel blij. Ja, want hij mag namelijk meevaren op zo'n boot voor het Egypte. Oké dan, tijd om het Wessel te vertellen die elk moment thuis kan komen. Hij is er. Net alsof er niks in de hand is, hè? Hey, wat leuk man, dus je zit in de E4. Ja. Voetbalelftal. Ja. En heb je al veel gescoord dit seizoen? Niet zoveel. Want je speelt op welke positie? Hallo. Hoi. Hoi. Johnny. Wessel. Alles goed? Ja. Hij denkt niet dat het voor hem is. Misschien moet je hem er even bij vragen. Wessel. Roep maar harder. Wessel. Ja? Kom. Maarten heeft wat te vertellen aan je. Ik heb de wens van een KNRM-boot voor je gedaan. Dat je binnenkort in een KNRM-boot mag varen. Dank je wel. Oh, jongens. Wat een tranen. Van vreugde neem ik aan, toch? Ja. Ja. Oh, kom eens even bij me zitten, jongens. Zo, die had je niet zien aankomen. Nee. Waar komt dat vandaan, die passie? We hebben een boot. En toen kwam ik erbij om KNRM-man te worden. Dat is best wel gevaarlijk. Ja. Het zijn allemaal vrijwilligers, klopt dat? Ja, ze verdienen geen geld. Nee. Hoe ga je dan leven? Nog ander werk. Ga je dit er gewoon bij doen? Ja. Hoeveel boten zijn er bijvoorbeeld in Nederland? 130. Ongeveer. 130. En heb je wel eens zo'n boot van dichtbij gezien? Ja. Je hebt er nog nooit op gevaren? Nee. Nee, dat gaat wel gebeuren. Ja.